Districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, Remy Polak, heeft zich vrijdag georiënteerd in het gebied Goede Verwachting over het occupatieprobleem dat zich daar voordoet. Volgens DC is er vanuit de Nationale Assemblée aangegeven dat personen langs het Saramaka-kanaal op de berm woningen hebben gebouwd of bezig zijn te bouwen. Volgens de DC was wat ze hebben aangetroffen niet zo mooi. Polak zegt niemand opgemerkt te hebben die bezig was te bouwen. Alleen de bouwsels hebben wij gezien, zegt de burgervader. Hij geeft verder aan de opdracht te hebben gegeven de bewoners op te sporen, zodat de bouwsels en de woningen afgebroken kunnen worden. Nee, dat is gevaarlijk, maar je weet, iedereen, er zijn heel wat woningzoekenden. Zo'n 40.000 woningzoekenden. Dus men ziet een ruimte en men denkt, ja, het wordt toch niet gebruikt. Dus men zet iets daarop waar ze een dak boven hun hoofd hebben. Want daar kunnen ze geen elektriciteit aanvragen. Dus die mensen zijn daar zonder elektriciteit. Dus wij moeten ze aangeven dat dat niet kan. Ja, dat in een geordende samenleving dat er regels zijn. En daar is een onderhoudstrook. Dus wij gaan de mensen erop wijzen. Ik heb ook al gesproken met mijn afdeling CTD. Toch dat ze alvast borden gaan plaatsen. Want je ziet open plaatsen, daar zie je mensen hebben een bouwsel gemaakt. Anderen hebben al planken gezet, anderen zijn bezig te verhogen. Anderen. Dus dan gaan we daar borden zetten. Verboden toegang. De DC zegt verder dat de occupanten van wie de woningen af zijn, de ruimte krijgen die af te breken. Echter moeten de mensen die nu bezig zijn te bouwen, de bouwsels gelijk afbreken. Polak vertelt waarom dit probleem op zijn bord terecht is gekomen en niet op dat van het ministerie van RGB. Toch, ROGB gaat zich niet ermee bemoeien, want ROGB kan ermee bemoeien als de mensen een aanvraag hebben gedaan. Maar de mensen hebben geen aanvraag gedaan, het is een berm die ze geoccupeerd hebben. Dus men heeft dan de DC gevraagd om een oplossing te brengen. En de DC zal samen met ROGB gaan kijken waar kunnen we de mensen huisvesten. Mijn bestuurdienst heeft de opdracht gehad op te sporen van wie de bouwsels zijn. Toch, want je moet weten van wie ze zijn, voordat je ze kapot slaat. Dus je gaat de mensen de gelegenheid geven. Want als jij komt om het weg te halen, is het gewoon dozeren. En de mensen hebben geïnvesteerd, toch, ze hebben hout gekocht. Toch, en dan weten ze dat zij het zelf doen, zodat ze geen grote verlies rijden. Aldus districtscommissaris Remy Polak van Paramaribo Zuidwest in gesprek met Sivra Goudland van ATV. Hij heeft zich onlangs georiënteerd te Goede Verwachting, waar occupanten hebben gebouwd op de berm langs het Saramaka-kanaal. Dit is volgens de DC verboden en daarom zullen er maatregelen hiertegen getroffen worden.